Succes vandaag. Dankjewel. Ik zie je straks weer spelen. Oké, okay, leuk. Echt een kijk eens, Ja, zeker. Goedemorgen. Ik kon er wat van. Stilte voor de storm. Ja, zeker. Hey, goed je te zien op de been. Ja, dankjewel. Ik vond je er op de foto's alweer een stuk beter uitzien. Ik heb wat minder stress. Ja, scheelt ja, dat? Ja, inderdaad. Ik ben weer van vrijwilligerswerk gestuurd, dus okay. dat zie je er wel vanaf. Nee, maar de laatste keer dat ik jou zag was natuurlijk... Toen was ik dan in ieder geval Leeshaar Rotterdam West. Ja, toen was je niet in best te doen. Nee, klopt. Toen had ik heel veel aan mijn hoofd. Maar ja. Nu is het een stuk rustiger geworden. Ja, je ziet er veel beter uit weer. Merci beaucoup. Voor het compliment. Hey, leuk. Dus jij bent weer aan de wandel hier? Ik ben hier weer aan de wandel. En ik zie ook wat dat betreft dat je lekker bezig bent met kunst te ontwerpen. Ja, en ik dacht ik kom naar Rotterdam een beurs, dan heb ik lekker bij Rotterdam. Dat dacht ik ook. Mag ik voor jou een kaartje hebben? Tuurlijk. Nog tekst erbij of niet? Ja, ik weet hoe ik heet. Dus, ja, voor Erik, is dat met een C? Van de slimste man van Rotterdam. Zullen we €2 doen? Dan krijg je er eentje van mij. Fantastisch. Goed uit Rotterdam. Als je Romano nog wil zien, dan moet er al snel bij zijn. Want die rijden veel te snel. Ik weet wat die sterren staat in de Nederlandse stripwereld. Dus ik hoop er niet op dat ik vandaag met Romano in contact zal komen. Ja, Romano en Kenny trekken altijd lange rijen. Nou, ja, Kenny is er vandaag niet. Ja. Dus dan moet Romano het zware tilwerk doen. Hè? Ja, maar ja, goed. Ik vind sommige straattekenaars ook wel even rust in de pols. Ja. Oké, heel veel plezier vandaag. Dank je. En leuk je weer te zien. Ja.
barbecue. Ja, dat is een hele leuke dag. Nou, jou zie ik ja nog beter. Ja, dat dacht ik al. Wat een zo'n kind van twee. Oké, hey, heel veel plezier. We zien elkaar straks nog. Hoi. Vergeleken met Snipbeurs is het rustig. Dat heb ik heel ruim opgezet enzovoort. Maar ja, volk. Ja, alleen maar goed. Nee? Je mag nooit hallo tegen de camera maken. Ja, natuurlijk wel. Ja. Al steek je middenvinger erop, maar alles mag wat dat betreft. Maar dat is wel netjes aan. Ja, inderdaad. Ja. Maar jij zou maar net iets gedaan hebben aan je middelvinger wat dat betreft. Ik ga eens even kijken bij jouw merchandise. Ja. Zit
weer allemaal netjes uit. Kijk, dat horen we graag. Dus dan haal ik mijn zak uit mijn handen uit de zak. Ik wou deze weer op 5 mei. Even een meenemen. Slagen deze beurs? Die denk ik drukker dan 5 jaar terug. Dus. Ja, precies. Beter dan 5 jaar terug. Ja. En hier haalde ik in 2017 in maart al een kuifje voor het eerst. Hè? Ja, klopt. En in augustus, Kerstfest heb ik niet. Ja, die was het eerste dat ik met cosplay begon. Ik heb gezien dat het kerst van de organisatie omzet. Ja, dat ja. Ja. Herken jij er? Ja, ik ken hem maar niet. Vaak herkennen ze er wat ik ernaast loop. De grap is, we weten nu al de reden waarom. Het is het personeel van de Roy zelf die de reeks heeft gemaakt. Voor ons is het gewoon zelf niet die de reeks zegt van ja. De vijfing van de Roy boeide niet. Dus. Ja, maar kijk, ik zou net laat ik tot de kans komen zonder steeds. Nee, ze zullen de wapen. Ja, en over het wapen, ik denk van. Ja, dus ik kan beter dan ze op de luxe op de handpakken wassen en dan ja. Ja. Thank you.
wel, hè? Ja, ik kan het heel goed doen. Oh, ja, is goed? Jazeker, ik ben blij je weer te zien. Ik heb net aan de overkant gekocht. Goed zo. Dus ik had hem nog niet. Ja, ik word altijd maar vastgepinkt op de Tweede Wereldoorlog. Ja, dus ik kan graag voorbij. Misschien is wat anders, wat dat betreft. Ja, het mooie is, dit is dus ook educatief ontwikkeld, ik ben het onderwijs. Ik ben er toch. En het personage heb ik geleerd. Die andere verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik ben eerst fictieve verhalen, maar wel gebaseerd op echte verhalen. En die is gekoppeld aan het fictieve personage. Maar qua jou heb ik het niet zo. Nee, fantastisch. Gezondheid. Ja, dank je. Wordt opgenomen. Ik ben de laatste. Hij is de laatste. Dat ik wel even wachten hoor, kijk, 172, maakt me niet uit. Vind je dat niet erg? Nee hoor. Ja. Weet je, ik ga alleen er even heen, haal wat op voor ons beiden en dan ben ik weer terug. Dus, Vind ik niet erg, maakt me niet uit. Moet je ook wat vreemd meenemen. Maar de koffiezetapparaat is daar ook stuk. Ja? Ja. Voor mij komt helemaal goed. De volgende staat alweer in de rij. Hij is al geweest. Ja. Hij mag niet meer. Ja. Oh. Hij mag niet meer. Erik gaat zo meteen even met eten. Ik had wat eten halen. Ik mag daar niet meer binnen. Jij mag daar niet binnen? Oh. Nee, kan je niet zijn pasje nemen? Ja, dan? Heb ik ook gedaan. Dus. Hij had dat hij van Romano geleerd. Nou, kan allemaal tegenwoordig. Ik ben in transitie, ja. Toch? Ja. Kan allemaal. Moet kunnen.
Arno heeft het al niet druk, hè? Ja. Ja, klopt. Hij maakt ook wel hele mooie. Hij doet een kleurentekening. Heb je een tekening? Ja, ik heb er ook een kleurentekening op commissiebasis. Daar betaal je wel voor, maar heb je ook wel wat voor. Oh ja, dat is wel mooi, hè? Ja, 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 ja. Het is ook een investering, hè? Want de stiften zijn hele dure. Stiften, ja, die heeft het wel. Die zijn best duur. Heel mooi. Hoi. Hallo. Moeder van de. Hallo. Het is toch een lukkig naar te komen. Hartstikke mooi. Wat is een spannende tijd. Je moet de indruk blijven wekken dat het kroeshaar is. En niet zo met een dikke filzift. Ja, ik versta het niet. Hij kwam wel juist in opstand van. Die ook ik in dat spreek. Gaan we ze wat halen? Oké. Ja, ik dacht ook. Nou, ik wil ook even lopen doen. Ik wil ook even naar de wc. Ja, maar ja, dat moet ook gebeuren. Ja, zo is het even afmaken. Ja, dan moet je ook wel wachten. Toch? Ja. Dat is een idee. Dat is gelijk een idee. Doe je alleen... Bedankt in ieder geval. Ja. Maar even, kun je dat even omhoog houden? Zo.